Goedemiddag allemaal en welkom bij de VARA Televisie. We zijn er wat eerder vandaag, maar dat heeft alles te maken met de Virato. Daarover zo dadelijk meer. We hebben straks om 16:00 voor de kinderen Niels Holgersen, daarna Scooby-Doo en om 16:50 het eerste deel van een Franse documentaire over paarden en mensen uit heel veel landen van de wereld. Maar eerst gaan we zo dadelijk rechtstreeks naar de Virato op de RAI in Amsterdam. In een programma dat als motto heeft, het gaat goed met de VARA, praat Ati Dijkmeester met een aantal oude en nieuwe VARA-televisiemensen over de programma's in de komende winter. Over nu naar Ati. Dames en heren, goedemiddag. Het gaat goed met de VARA, dat zag u al. Maar hoe goed het gaat en of het misschien ook beter kan, daarover gaan we praten met een aantal gasten hier op de Virato. Dat zijn, om met een mooi oude woord, ouderwets woord te zeggen, VARA-prominenten. U kent ze van radio en televisie. En om maar meteen goed te beginnen is hier Willem Ruis. Heel mooi, Willem. Het is makkelijk dat je in de horeca hebt gezeten. Ja, en je hebt hem toch nog op tijd afgekregen ook, zie ik. Ik heb hem gemaakt in de vakantie. Dit is hem, de tent. De tent, voor jouw programma. Ja, zeg je niet oh? Je moet wel even zeggen, oh, wat een tent. Oh, Willem, wat een tent. Vond ik wel, ja. Het is de grootste tent die ooit in Nederland komt. Zesmaster, komt uit Italië. Oh, mijn hart. Ik hoor iets fluiten en piepen. Is het nu weer beter? Ja, dat is mijn pacemakertje. Maar goed, gaat zo. Dit ga is de tent. Ja. Het gaat om Humanitas. Dat is een loterij, wordt dat. Ja. En 11 weken lang, maar daar heeft alles al over gelezen. U koopt de loten, wij de auto's. En dan daarna kunt u ook nog een ton winnen. Zo. Als kijker thuis. Dus. Ja, precies. Doen we 11 weken lang. En daar aangekoppeld hebben we een heel groot spelprogramma. Kun je daar iets van vertellen? Hoe ja, dat gaat? Laat ik zeggen dat degene die het haalt, 50.000 gulden kan winnen. Hetgeen niet gering is. Hetgeen heel veel is. Daar moet hij wel wat voor doen. Ja. Hij moet onder andere een wens insturen, wat hij nou het allerliefste zou willen, met een professional naast hem. Bij de laatste lottoshow had ik gezegd van, nou zeg eens bijvoorbeeld, want dat ik een tijger wil temmen in een kooi. Dan krijg je van ons de kooi, de tijger krijg je, de verzekering niet. En de dompteur erbij. Nou krijg je 180 brieven die wel aan een tijger temmen. Zoveel tijgers hebben we natuurlijk niet. Dus niet mensen moeten bijvoorbeeld zeggen, ik wil heel graag de ouverture 1812 spelen. Die krijg je nu dus allemaal, hè? Ja, die krijg ik nu allemaal 180 weer, maar dat is niet erg. En dan wil ik die kanonnen aftrekken op het eind, terwijl meneer Haitink staat dirigeren. Nou, dat is een van de onderdelen. Daarnaast hoeven ze verder niet veel te weten. Je kent het wel, hè? Geluk, raden en op het eind behendigheid, een beetje handig zijn. Als het een beetje mee zit, de hoofdprijs. Maar die mensen die kunnen dus nog reageren, die zo'n act ergens? Ja, als je dat wil. Ik bedoel, we hebben ook iemand die heeft geschreven, ik wil graag zo'n sprekende pop doen. Ja. En tegelijk bier drinken. Dus die ook daar kan voor gezorgd worden. Die verwachten we ook wel, ja. Postbus 175 VARA, 1200 AD, te Hilversum. En je gaat met deze tent het hele land door? Ik niet, maar de andere ploeg wel. Ik blijf... Nee hoor, zie. Ja, dit is dat echt de grootste tent die Nederland ooit heeft gehad. We gaan daar 11 gemeenten mee langs. Het is, neem ik aan, de grootte van een circus tent? Dit is een zesmaster die uit mijn hoofd 56 meter lang is en 44 meter breed. Dus dat is nogal wat. Er gaan 1500 mensen. Wij hebben hem zo verbouwd dat er 1500 mensen ingaan. Ja. Dit zijn dus de tribunes. Daar zie je mijn staan. Kun je mijn zien staan? Daar. Nou, ja. Heel klein poppetje. En daar hebben we daar dus de deelnemers. Die moeten op knoppen drukken. Die trekking is belangrijk natuurlijk tijdens het programma. Precies. Want dan, ja. Nou, dat zit op dat bord midden. En hij de is nu ja. nog leeg. Maar dat is maar tijdelijk. Want wanneer ga je beginnen? Het programma beginnen? 29 december. Oh, dat is nog wel even wachten. Die mensen hebben dus nog de tijd om zich aan te melden. Ja, dat moeten ze doen met hun En om nog loten te kopen, kun je daar nog Nee, dat kan nu nog niet. Ja, je kan op alle PTT-kantoren waar ze geen boter verkopen, daar kan je loten kopen. Dus bij de als komt de postbode langs de deur, kan je hem vragen of hij een lot te kopen heeft. Als het een beetje mee zit, verkoopt hij zijn eigen lot natuurlijk. Zo zijn die PTT'ers wel. Oh, ja? Dus alle PTT'ers kan je een lot van krijgen, kopen. En er kan dus veel geld bij jou gewonnen worden, dat is duidelijk. Er kan veel geld in de huiskamer gewonnen worden, dat is ook heel duidelijk. Hè? En ja, maar het is niet zo dat er mee gegooid wordt, hoor. Daar moet je echt heel wat voor presteren.
om eventueel de grootste klap binnen te halen, 50.000 gulden. Maar ja, dat zeg ik natuurlijk erbij. Dat, je krijgt niet zomaar cadeau natuurlijk. En zo is het maar net. Ja. En het wordt ook nog een leuk programma, mag ik aannemen? Van de VARA mag je wat verwachten. Ja hoor, ik denk het wel. Ik denk het heel leuk, man. Dat is juist. Willem, dat is één ding, je sterrenshow. Je naam staat nog bij meer programma's voor het komend seizoen, want het programma Kinderen voor Kinderen, ook bij die lijst van medewerkers staat jouw naam. Hoezo? Omdat ik vorig jaar het gedaan heb, zomaar een keer tussendoor. En dat is Florie Anstad goed bevallen, mijzelf ook wel. Nou, dus weer gevraagd. En ik kon. En je doet het dus graag, begrijp ik. Ja, het is een dag bruistabletten, want je wordt gek van die kinderen natuurlijk met een geschreeuw. Dus mocht er een klein boertje komen, zo, dan weten wij, het zijn de bruistabletten. De bruistabletten. De pijnstillende middelen van dat fluitende spul achter dat gordijn. Maar het is heel leuk, hoor. En het zijn allemaal nieuwe liedjes, of zijn er ook nee, nog het is dit keer een potpourri met nieuwe en oude dingen. Er zijn natuurlijk in al die jaren zoveel brieven gekomen die zich vaak herhalen. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Er zijn wel een paar dingen nu die eruit springen. Rassendiscriminatie, daar is ook iets mee gedaan. En met dat verschrikkelijke brooddieet, daar hebben veel kinderen van moeten lijden. En daar is ook op gereageerd. Vanwege dikke vader of moeder, arme kinderen. Ja. Kinderen voor Kinderen, dat komt dus ook weer en daar doe je ook weer aan mee. Dan Coronation Street, ook daar heb jij iets mee te maken. Ja, het is heel kort. Het is natuurlijk heel jammer ooit dat de VARA gestopt is met het uitzenden van zo'n geweldig populaire serie. Ja. Dat die draad wordt weer opgepakt door de VARA. Ik dacht, 74 zijn ze ermee gestopt. Dus het is 10 jaar geleden. En om nou die 10 jaar even bij te praten. Ja, want ik weet bijvoorbeeld. Dus, en ja, ik denk met mij. Jij bent van ver na de oorlog natuurlijk. Dat is nou, geweldig. Willem. Ik ben een van de. Ja. Oké, dat houden we even onder ons. Ja, maar dus ja, er zijn een aantal mensen. Kijk, ik weet nog goed dat ik een keer thuis kom. Want die serie was zo populair. Dat wordt die weer, denk ik. Ja. Want in Engeland is die na 25 jaar ook nog altijd bij de top 3 of zo. Ja. Dat ik een keer thuis kom s'avonds. Dat mijn moeder geschokt zei. Weet je wie er overleden is? Ik zei, nou geen idee. Ik dacht iemand in de straat. En zei ze, die moeder van Ken Barlow is dood. Ik zeg, van Ken Barlow? Die kende die serie toen nog niet. Nee. Zei ze, ja, van die serie. En mijn moeder geloofde daar ook in. Hè? Die, ja. En toen zei ik, maar moeder, kom met, het is gewoon een kinderachtige serie. Die spelen ze. Ja, zei ze, maar die vader blijft toch zitten met die twee jongens. Dat is zo toch, is het maar net. Precies. Dus dat... Dus nou, in die jaren is er natuurlijk veel gebeurd. Ik heb wat foto's meegenomen. Het leuke is, ik mag dus een scène weet. Spelen van een half uur. Oh, die ken ik nog wel. Die ken ik nog. Annie Walker. Met, die speelde, die sprak zo keurig Engels, kan ik me herinneren. En haar man, Jack. Ken je die nog? Ik kon het niet zeggen. Die heette Jack Walker van The Rover's Return. Weet je dat niet meer? Nee, dat weet ik niet. I'm Jack Walker van The Rover's Return. En zij sprak heel netjes. En dit is, ik wou zeggen Dolly Parton. Maar die is het dus niet. Betty Turpin, het lijkt er wel erg op. Ja, zeg maar. Nou, niet die meer. Is er nog steeds. Ja? Betty Turpin, dus daar mag ik persoonlijk wat bij bestellen. Hè? Bij Betty Turpin. Mm-hmm. En, deze Kees zeker. Ken u thuis, als u de serie kent. Hij kijkt hier wat ernstig. Ken, dat is die Ken Barlow, die zijn moeder dus toen die overleden moeder, was. Ja, ja. Dat vonden wij. Rob, hij had nog een broer. Kijk, dit is een beter. Oh ja. Is Ken. Ja. En die, die is toen heel gelukkig getrouwd. Dat is mooi. Maar toen is daarna wel zijn vrouw overleden. O jee. Maar toen is hij weer hertrouwd. Zeg. Ja, die is ook dood, die tweede vrouw. Ja. Het wordt toch nog wel een beetje een leuke serie ook, hè? Of is het alleen maar treurigheid? Dat schijnen mensen leuk te vinden, maar die zijn niet echt dood. Dus dat helpt wel weer. Nou, ben je net mijn dat moeder. Dat zei je. Ja, natuurlijk. Precies. Het is een serie natuurlijk. Maar ik denk dat we bij deze foto's maar moeten laten, want goed, je gaat er naartoe om het iedereen weer te helpen herinneren, begrijp Weet je wat ik dus jammer is... vind? Die Ina Sharples, die is echt dood. Ja. Dat is inderdaad, zonde, dat is treurig. Met dat kapje, weet je thuis ook nog wel, dat haarkapje. Ja, dat zullen wij nooit vergeten. Even gauw die vriendin. Ja, wel even gauw, want Willem, we moeten opschieten. En weet je wie er ook niet mee is, jongens? Dat is die Pet. Kijk, die Pet. Die Pet, Pet heette ze, Pet. Ik ben god niet meer hoe ze heet, van de achternaam. Elsie Tanner. Maar ze heette Pet in het echt. Die is weg. Maar daar komen wij nu dus wel weer alles over aan de weet, hè, via jou. Leuk. Leg het nog maar eens een keertje uit. Hier woon ik. Zeg, dus. Kijk, Willem. Leuke staat, hè. Wanneer ga je dat doen, Willem? Dat is mijn grootmoeder. Dus. Vroeg je wat? Wanneer gaan we daarmee beginnen? Iedere varenavond. Ja. Vlak voor we weer met de nieuwe afleveringen starten. Elke varenavond in de vooravond. Leuk, hè? Net als vroeger. Nou, Willem, ik ben het helemaal met je eens. Bedankt. Oké. Okay. Dag.